Hoppakee, oh, stop, nu ben je... What the fuck? Zag die lancering dan? Ja, ik zag het. Yo kijkers van het Games, verder jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Road to the End. Vandaag ben ik samen met iemand en je kan hem misschien al zien, maar je kan hem misschien ook niet zien. Hij zit nu te slaan en zoek hem. Wie is het? Wie is het? Het is Melvin. Melvin, hoor. Oh, hij duikt door het netherportaal in als een baas. En Melvin, welkom in deze Road to the End server. Hallo, Harm. Hallo. Oké, deze twee chesten zijn speciaal voor jou, privileges, allemaal voor jou, niet van mij, ik mag niet aankomen. Behalve die Eye of Enders, die zijn van mij en dat Blaze Powder ook, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik had er daar gauw even ingestopt. Maar dit moet ik goed bewaren. Ik maak denk ik even gauw een chest en dan bouw ik die even in mijn huis en dan is het mooi opgeborgd. Of opgeborgen. Opgeborgd. En ik had ook even wat hout van je, want ik heb geen hout meer. Zo net was het nog een privilege en nu is het van, alleen ijsvenders zijn voor mij. En ik had nog wat hout van je. Nou, de grond werd wijzig soms, nou wel, hè? Ja, dat gaat, zit af en toe een minuutje tussen of zo. Precies, oké. Even kijken. Nou, en zoals jullie natuurlijk weten, iedereen heeft zijn eigen huis hierin gebouwd. En natuurlijk, Melvin maakt ook zijn eigen huis. Heb je trouwens geen armor? Nee, er zit geen armor in en ook geen iron. Creeper! Shit. Oh. Oh shit. Nee. Fuck. Melvin, pak het op. Je moet het toch sowieso pakken. Dus waarom pak je zo weinig eruit? Nou, omdat ik die creeper dus per ongeluk naar jou toesloeg. En daardoor was het van, oeps. Oh shit, oh. Melvin. Ik heb geen rechten. Harm, geef mij rechten. Oh shit, OP. OP al mij. OP altijd Melvin. Nee, dat is niet mijn naam. Just Melvin. Oh, potverdorie. Kan ik gewoon tap doen. Hoppakee, nu ben je... What the fuck? Zag die lancering dan? Ja, ik zag het. Oh mijn god. Yes. Holy shit, de tweede explosie. Wat, ik vloog 20 meter in de lucht. Wat is hier? Wat er gebeurt er? Creeper Inception. Oh my fucking god, ik zag het zo. Ik was zo die creeper, ik draai ze om. Ik zie jou zo echt de lucht invliegen. Holy damn. Oh mijn god, de krachtige tip. Melvin, je bent vervloekt. Dankzij jou is mijn wereld verpest. Sorry, ik kan er niks aan doen. Trouwens, ik weet waarom jij geen full iron hebt. Want dat heeft Joost nog aangelaten. Die faggot man, hij heeft zijn eigen spul gewoon aangehouden. Hacker. Ik bedoel, pretverpester. Pretverpester, ja. Ik heb wel twee zwaarden, dus ik kan wel dual wield. Oké, mooi. Oké, ik vul dit gat ondertussen even. Deze gigantische rampage. Ja, en ik ga bezig met een huis. En ik zit nu even te denken, ik ga dus misschien nog wel armor nodig krijgen. Zeker. Want even kijken, ik heb nog 4 iron hier voor je. Dus alsjeblieft. Ik heb het gedropt hier achter je. Even kijken. Ik ben gewoon weg. Heb ik het al? En, wat? Waar heb jij dat iron neergegooid? Oh, wacht, ik heb ook gepakt. Shit. Maar dan kan ik schoentjes maken. Oh yeah. Oh yeah. Heb je al een pickaxe zo dan? Want ik heb wel alle tools. Oké, mooi. Ja, dat heeft hij er wel in gedaan, maar hij heeft vergeten zijn armen erin te doen. Ja, nou, ik ga wel even sowieso ergens een huisje bouwen. Yo. En kijken waar een beetje ruimte is. Precies, oké. Ja, want inderdaad, veel ruimte is al weg hier. Want we hebben al goed wat ruimte ingenomen met onze lelijke hobbithuizen. Tenminste, zo noemt iedereen het. De hobbit holes. De Hobbit Holes. Oké, Melvin, ga je ondertussen maar even lekker een huisje bouwen. Ik ga even lekker farmen. Want het is weer een beetje gegroeid hier. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Want we hebben voedsel nodig. Nou, niet echt nodig. Want we zijn al echt... We hebben zoveel voedsel gevonden in die village in de vorige aflevering. Dus dat is hartstikke mooi. Waar ik trouwens nog heen ga. Want mensen die hadden gezien dat er een blacksmith in die village was. En ik heb mezelf gewoon... Ik liep het 3 keer voor langs of zo. En ik heb gewoon niet gezien. Hoe kan je dat dan niet zien? Ja, ik was het was nacht en ik let alleen maar op zombies en zo, dus dat was best wel dom. Maar ik ga er nu even ondertussen heen. Melvin, ik zou zeggen, succes met je huis. Ja, dank je. Hashtag. En, ja. Ja, ik hoop ondertussen nog dat ik misschien een enemang tegenkom en dat ik die kan killen. Want op grote vlaktes kom je ook wel vaak enemans tegen, vind ik dan. Ja, maar ze teleporteren in het donker, dat je het weet. Ik bedoel, ze teleporteren naar donkere plekken en het is nu dag, dus... Oh shit, nou dan heeft het nu geen nut. Dan moet ik zo misschien in de mine gaan en daar gaan zoeken. Want we hebben ongetwijfeld meer ender pearls nodig en ender eyes. Ja, dat is sowieso. Je hebt er... Ja. Dus wat is het? Er zijn 12
plekken. 3 keer 4, ja. Dat is 12. Ja. En meestal zijn er 3 of zo, 4 zijn er ingevuld precies, al. Dus precies. Dan heb je er een stuk of 19 nodig. Net. Ja, en meestal verlies je er ook nog een paar als je gaat gooien. Want het is een ja, daar moet je echt ook wat zuinig mee doen. Echt heel ja, zuinig. Ja, precies, precies. Eens even kijken, ik zie hier de blacksmith al. En ik ga nu naar binnen. Oh, er zit 49 dirt in. Waarschijnlijk heeft Joost hem al geloot. Jongens. Wauw. Hier zit trouwens ook lava, dan neem ik even mee. Misschien wel handig. 49 dirt. Oh, oh my god, ik ben hier helemaal ingelopen voor 49 dirt. Oh my god. Zo kan wij. Ik zie trouwens niks meer. Oh, ik zie de pumpkins. Die hadden we volgens mij nodig. Nee, die hadden we serieus volgens mij nodig. Ik weet niet meer. Waarvoor? Meer dat we pumpkins nodig hadden of zo. Oh ja, we wouden een snowman zelfs bouwen. Dat was het. Joost en ik wou een snowman bouwen, maar ik had geen pumpkins. Hashtag want... Frozen style. Nee, want we hadden een snowman nodig voor sneeuw. En natuurlijk heb je sneeuwballen nodig om die dingen in de end kapot te maken. Snap je? Oh, ja. Hey, denk slimme. Ja, nee, zo slim ben ik niet, joh. Ja, nee, maar in de buurt bij ons zit ook een sneeuwgebied. Dus we kunnen ook wel heen. Maar een sneeuwman is gewoon fucking chill. Dat moet je gewoon toegeven. Dat is gewoon chill. Ja, nee, die hebben swag. Die hebben zoveel swag. Dat voegt gewoon iets toe op deze wereld. Precies, precies. Het maakt het gewoon mooi. Ja, het gewoon al dat sneeuw en dan even van... Dan een keer even alleen bent, niet in het bijzijn van iemand anders, heb je altijd nog een vriendje. Precies, inderdaad. Hij moet dan nog wel een naam krijgen, hè? Ja, tuurlijk. Maar hoe maak je ook alweer sneeuw, man? Met pumpkin bovenop en wat moest er ook alweer onder? Twee sneeuwblokken. Je hebt 4 sneeuwballen nodig en dan... Ja, dat spreekt zich. En ondertussen wordt het trouwens ook weer nacht, dus dat is ook best wel kut in principe, denk ik. Dus of juist niet voor de Enderman's. Slapen jullie? Ja, oh ja, we slapen altijd, is ook zo. Tuurlijk, dat is fucking slim. Ja, maar ik dacht van misschien slapen jullie wel niet vanwege het feit dat je dan Enderman's kan vinden. Dat is wel zo, ja, maar in onze mind, daar kunnen we genoeg Enderman's vinden. Want we houden per se alles dat donker, dus dan spawnen soms wel wat Enderman's. En volgens mij ben ik de weg een beetje kwijt, of niet? Nee, ik ben er alweer bijna. Ja, oh. Ik zie het. Daarachter is het alweer. Oké, hartstikke mooi. En voor de mensen die zich afvragen, gebruik je Seed. Ik zeg het gewoon elke aflevering weer, want ik weet dat niet iedereen alles gaat kijken. Ik gebruik geen Seed. Dat is gewoon leuk aan Road to the End. Gewoon geen Seed gebruiken. Niet gewoon een Seed. Als je bijvoorbeeld een Seed gebruikt, dan zit je bijvoorbeeld meteen naast dat ding. Naast, hoe noem je het ook alweer? End Portal. Maar dat is voor mensen... End Portal. Die het gewoon heel snel willen. Die willen gewoon precies kunnen kijken van... In hoeveel afleveringen ben ik klaar om de Ender Dragon te killen. En ja, jij doet precies het gewoon van... ik heb een doel, maar die doelstelling hoef ik niet in een x-aantal dagen te halen. Ja, inderdaad. Ik ben trouwens weer terug. Yo. Oh, hallo. Even kijken. Jij bent al... Wow. Melvin, wat waar is dit? Waar is de mijn? Want ik heb geen cobblestone. Oh, wacht. Ik heb nog wel... Oh nee, ik heb ook geen cobblestone. De mine is... die hebben we dichtgemaakt. Wauw. Ja, wij. Die heb jij dichtgemaakt. Heb ik dichtgemaakt. Nee, hij zit hier rechts. Volgens mij, meende ik. Ik meen dat hij hier zat. Oh ja, ik heb hier wel iets, joh. Nice. Oké. Okay. Dan maak ik het hier ondertussen even dicht. Maar wil je eens gaan slapen of niet? Dat is misschien wel slim dat we eens gaan slapen. Er staat nog een bed buiten, want Joost heeft zijn bed nooit binnengezet. Dus Jad zijn... dat is natuurlijk niet fijn om in zijn bed te slapen. Even kijken of we nog wol hebben. Ik heb 2 wol, wacht. Ik slaap wel bovenop het dekens. En ik draai het kussen wel om, dus dan lig ik niet in zijn slijm. Ja. Heb jij shears toevallig? Nee. Want we hadden wel shears, maar ik heb ze zo ook niet maar, bij hier, je kan wel hier. Nee, ik maak wel even. Oh, jongens, heb je wel Minecraft-kennis? Huh? Waar maak je ze van dan? Oh, van strings. Jongen. Echt grapje. Maar ik heb een bed. Ik heb trouwens 3 eieren. Even kijken of Samantha haar kindjes kan krijgen. Samantha? Nee, niks. Ja, we noemen die kip. Is dat Samantha een milf? Wat? Nee, Melvin, hou je even stil, kilf, jongen. Kilf. Kip en I like... Nee, laat maar. Oké, ik ga wel slapen. Oké, slapen. Gauw. Oh, shit. Slapen. Oh, you may not rest now. There are monsters nearby. Fuck. Maar het is al dag. Oh. Het is al, dat vind ik zo vreemd. Als er iemand anders gaat slapen, dan is het ook meteen dag. Dat vind ik echt vreemd. Je hebt essentials. Even. Ja, dat is het dan, denk ik. Dat ja, is zo nee, kut. Ja, essentials heeft, dat is een server plugin. En die heeft als, ja, als 50% van de mensen die aanwezig zijn op de server zijn, of meer, dus 50% of meer, als die slapen, dan wordt het dag. Ongeacht. Ah, kijk.
Nu wordt dus het duidelijk. Daar heb je duidelijkheid. Als je... Nice, oké. Okay. Ik heb in ieder geval het bed even in Joost's huis geplaatst. Want het bed stonk nogal. Dus ja, beter. Ja, dat is wel. En ondertussen, ja, het is misschien wel slim dat we in de mine gaan nu. Want ik probeer misschien wat enderman's te vinden. Of ik ga sowieso minen voor jou, want jij hebt nog full iron nodig. Ja, en dat sowieso. En natuurlijk als we naar de end in de laatste aflevering gaan, heeft iedereen natuurlijk full iron nodig. Dus ik ga nog even goed wat iron hakken. Jullie hebben nog helemaal niet zoveel in deze grot gekeken, of wel? Nee, in de eerste aflevering heb ik iets van 2 stack iron meteen gemined. En verder is niks. Jeez. Zoveel hebben we gevonden in de eerste aflevering, niet normaal. Dat is sick. Maar jullie hebben voor de rest dus niet echt iets bijzonders hier gemined? Nee, nee, nee. Het is hier trouwens heel donker en ik ga meteen weer terug, want mensen die zeiden van... ja, plaats torches, het is veel te donker, we zien niks. Ik zie het zelf wel, maar als ik ga renderen is het altijd iets donker. Ja, daar moet je rekening mee houden. Precies, daarom. Dan is het nou niet iets donker, het scheelt best nog wel veel. Dus ik pak ja, even wat torches. Ja, ik herken het. Je moet gewoon torches gebruiken in opnames. Ja. Dat is gewoon als je opneemt, torches. Precies. Ik neem even 20 torches mee, want jullie hebben weinig gezien, is van zo net. Zo, oké. Okay. Hoppakee, en ik ga weer terug in de mine. Nice, 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 nice. Oké. Okay. Even kijken, waar ga ik heen? Ik ga hierheen. Oké, hier ben ik vaker geweest. Ik plaats even wat dirty en zo. Hoppakee. Zie, ik wil nu wel cobblestone minen, maar ik vind dat zeer onproductief. Want eigenlijk zou je dat moeten doen ergens helemaal beneden, zodat je ook nog een kans hebt om diamonds te vinden. Ja. Ja, diamonds, ja. We hoeven niet per se diamonds. Dat boeit me eigenlijk niet superveel. Want een ender dragon kan je ook wel verslaan gewoon met iron. Ja, en dan met een pijlenboog. Precies. En wist je dat je een ender dragon kan verslaan met bedden? Wat? Oh, met explosies? Ja. Nou, dan ben je heel lang bezig. Nee, juist niet. Dat gaat fucking snel. Als je bijvoorbeeld als de enemy op je afkomt, dan moet je gewoon gauw in je bed gaan liggen en bam. Dan ploft serieus? Het. Ja. Dan ploft het bed. Dan krijg je zelf ook wat damage volgens mij. Maar ja, in ieder geval heeft hij goed wat hits gehad. Oh, ik wist niet dat hij dan dat zo sterk was. Dat is best wel sterk. Gewoon iets van TNT. Ik weet niet of gewoon 1 TNT waarschijnlijk of zo. Ja, weet niet. Zo'n kracht is het, ja. En als we dan met z'n allen gaan, dan gaat iemand gaat een beetje retarded steeds in de bed slapen. En anderen gaan er een beetje op inhakken. Deeltijd van nou, die... Dan heb je hem zo dood. Van die suicide bombers. Ja. La 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 la. La 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 la. Bam 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 bam. Ja. La 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 la. Even kijken. Als je trouwens doodgaat, je mag /back doen. In de eerste aflevering deed Michael dat ook meteen. En toen dacht ik zo van ja, doe het. Denk jij dat ik dood ga dan? Oh ja, jij bent natuurlijk de echte Minecraft-kenner. Ik ben de echte Minecraft-kenner. De echte Minecrafter, ja. Precies. Ik ken Minecraft als geen ander. Precies, jij gaat nooit, never en ten nimmer dood. Nee, nou, ik heb een hardcore-serie en 90 precies. Dagen overleefd. Nulke dood gegaan. Dus, nee, dat is netjes, netjes. Dat is echt netjes, man. Daar heb ik echt respect voor. Maar wat zou het kut zijn als je in de 9e aflevering... Ja. Van een berg afvalt. Want jij hebt Amplified. Dat heb ik toch gezien. Dat jij volgens mij hebt Amplified, toch? Ja. Ik heb 1 keer gehad. Toen had ik een half hartje over. Nee. Ja. Oh. Vaak zoveel geluk. En ik heb ook wel 1 keer gehad. Toen had ik er nog 1 hartje over. En voor de rest. Ik doe ook wel veilig aan hoor. Want het is wel een leuke serie. En het is sowieso ook een leuke uitdaging. En dan wil je niet steeds het gevaar opzoeken. Dan ben je wel een beetje risicovermijdend. Holy shit. Ik heb trouwens een dikke lag spike ineens. What the fuck? Minecraft, actually shit. Oké, okay, nice. In ieder geval, dat zou echt kut zijn als je dan in de 99e aflevering nog eens doodgaat. Ja. Dat zou echt goed kut zijn. Dat gaat niet gebeuren. Ik ben nu zo lekker bezig. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. Zit er nu lekker in? Precies. Oké. Okay. Hier zitten ons allemaal skeletten en shit. Zo. Holy damn man, heb je dat trouwens wel? Dan heb je in 1 keer dikke lag spike gewoon de random in Minecraft. Nee, eigenlijk nooit. Ik heb het ook bijna nog, maar in deze server heb ik het wel altijd. Zo vreemd. Misschien komt je host de server zelf, RAM-geheugen. Ja. Zou kunnen, ik zou het niet weten. Nee, ben je aan het, wat ben je aan het doen aan Melvin, een dikke redstone systeem aan het bouwen of zo? Ik een redstone systeem? je verneukt mijn hele RAM, Melvin. Stop het. Oh nee, ik heb een kippenspanner. vet.
zo. Oké, okay, in ieder geval. Nou, ik heb in ieder geval weinig aardig voor je gevonden. Helaas, helaas. Ik heb drie maar. Wat heb ik nou aan jou? Ja, sorry. Jeetje. Oh, wacht. Oh, hier ben ik vaker geweest in deze, dit ravijn. Even kijken of ik ga straks zelf al zoeken. Nou, oké. Okay. Zo. Eens even kijken. Hier ligt verder ook niks van. Nee, hier ligt ook... Oh, shit. Oh, fucking MLG kutbeesten, skeletons, dat zijn die, oh, die raken altijd. Ze raken mij altijd. Fuck altijd? Off. Altijd Melvin. Altijd skeleton. Altijd skeleton, waarom? Altijd, altijd raak. Oh. Oh, nieuw YouTube kanaal. Ja, ik claim hem alvast. Ondertussen mooi even AFK gaan staan, hè? Ondertussen even een YouTube kanaal yeah maken. Zo. Nice. Just Melvin killed by a creeper. Hoppakee. Oké, ik heb nu wat meer iron. Nice, hier ligt goed wat. Oké, mooi. Nice, oké, ik ga weer terug. Ik vind het zo wel genoeg voor wat ik hier allemaal gevonden heb. Ik ben trouwens level 27 en dat... ik ben gewoon iets van, ik weet niet, 3-4 keer gekilled. En volgens mij 1 keer door een monster of een map of zo, dat weet ik zo niet. En 3 keer door troll. Of zo, ongeveer. 3 keer door troll. Door troll. En ik ben nu gewoon weer level 27. Dat vind ik best nog wel netjes. Ik weet niet hoe ik aan die levels kom. Ik zou het echt niet weten. Nou ja, door kool en... Kool, ja, denk ik het. Ja, kool. Ja, kool. En diamonds en emeralds. Emeralds geven wel zieke XP. Ja, ja, we hebben wel wat emeralds, maar die heb ik nooit gehakt. Die heeft Michael gehakt in de eerste aflevering. Oké, in ieder geval... zo, ik heb... goed even de farm weer teruggeplaatst. Mooi. En ik vind het een mooi moment om af te sluiten, Melvin. Oké, dan vind ik dat ook, ja. Ja, kom, we gaan even in jouw nieuwe huis kijken, want... Is het af of niet? Nee, het is een aanbouw. Het is aanbouw. In de volgende aflevering ga jij het afmaken, denk ik? Ja, dan ga ik het afmaken, ja. Of course, nice. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit leuk? Abonneer dan even op Head Games. En abonneer natuurlijk op Melvin zijn kanaal. Altijd Melvin. En dan zie ik je wel de volgende keer met meer fucking Road to the End. Melvin, zeg nog even iets leuks. Even iets leuks. Oh, hey. Shots fired. Nee, het was een leuke aflevering. Mensen, tot de volgende keer. Later. Doei.